Ik ben Kees Aerts, uit Gilze oorspronkelijk. Nu medeoprichter en directeur Protex. Protex is een bedrijf dat duurzame ingrediënten en met name eiwitten maakt op basis van insecten. En Protex als bedrijf heeft alle nodige technologieën ontwikkeld in de afgelopen 8,5 jaar om die insecten op grote schaal op een duurzame en een betaalbare manier te produceren. We gaan iets bouwen en we gaan iets heel moois bouwen. We gaan de meest geavanceerde, grootschalige, stabiele productiefaciliteit bouwen ter wereld. Vol geautomatiseerd van A tot Z, alles onder een dak. Een gigantische investering. Dit zal model staan voor eigenlijk alle facetten van de insectenkweek. Waaronder de kwaliteitsstandaarden, de operationele standaarden, de technologiestandaarden. Die gaan hier allemaal gezet worden. De totale financiering van onze volgende stap was 45 miljoen. Om die volgende productiefaciliteit te realiseren, verder in R&D te investeren en de eerste stappen internationaal te maken. Rembrandt heeft voor ons bijgedragen een aantal basiszaken. Dus wij zaten in een proces van financiering, groot, snel, veel, onder tijdsdruk. Dus die begeleiding in het proces, die rust in de communicatie met de investeerders en ook het op het juiste moment even slim ons influisteren voor de juiste onderhandelingspositie. Dat waren hele goede en fijne bijdragers vanuit Rembrandt. Het plan hield eigenlijk rekening met beide zaken. Dus de huidige stand van technologie en uitbreidingsplannen en de relaties en partnerships die we aan het bouwen waren. En dat konden we mooi kwijt in een korte, midden- en lange termijn plan, waarbij de investering van vandaag ook heel duidelijk output levert om daarna te kiezen voor het meest controleerbare en het meest waardevolle groeiplan. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je altijd je adviseur en je eigen kant ook hebt. Wie het ook is, waar je het geld ook vandaan haalt, zorg dat je niet te veel erin opgezogen wordt. Zorg dat je gewoon iemand hebt die de belangen goed voor je kan behartigen. En onze focus ligt natuurlijk bij de productie van ons eindproduct en we willen impact maken op de wereld. Terwijl de mensen die met het geld bezig zijn, veel en veel meer modellen en trucken en concepten in hun toolbox hebben om de deal zo goed mogelijk aan hun kant te maken. En daartussen moet je gewoon een hele fijne, rustige partner hebben. Dat is gewoon cruciaal.